Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, dit keer vanaf het voormalige Haarlemstadion. FC Haarlem was een van de oudste voetbalclubs van Nederland, opgericht in 1889. In 2010 zijn ze helaas failliet gegaan. Het doek voor HFC Haarlem is gevallen. Maar ze hebben wel een mooie historie achtergelaten. Zoals dit stadion, ze spelen hier vanaf 1907. Er is natuurlijk wel een boel veranderd. Het was eerst erg primitief. En na de oorlog is het totaal gerenoveerd en er is veel nieuwbouw gepleegd in het stadion, of het stuk tribunedeel wat hier achter nog staat, de Kik Smit tribune. Die is gebouwd in 1987, dus er is door de jaren heen wel een heleboel veranderd. In 2010 is HFC Haarlem helaas dus failliet gegaan. Ze wouden eigenlijk een nieuw stadion, maar omdat dat niet door kon gaan, is de club eigenlijk failliet gegaan. Ze hebben wel een mooie geschiedenis achtergelaten, want op een hoogtepunt van dit stadion wat hier ooit stond, konden er 18.000 mensen in het stadion. Die waren er bijvoorbeeld tijdens de wedstrijden tegen het grote Ajax in de jaren 70. En ook tijdens de twee Europese wedstrijden die Haarlem hier heeft gespeeld. In de eerste wedstrijd wonnen ze van AA Gent, maar helaas tegen Spartak Moskou moesten ze toch een meerdere herkennen. Ze verloren hier in het stadion van Haarlem onder toezicht oog van bijna 18.000 mensen met 3-1. Daar zijn nog wat beelden van en daar gaan we nu eventjes naar kijken. Hoekschop voor Haarlem, 25 minuten onderweg. Daar komt Haarlem en die komt in! Niethuis, schitterend gedaan! Dat is wat Haarlem nodig had. Huis die naar voren ging, in het 16 meter gebied kwam. Hoog werd aangespeeld en scoort met een prachtige kopbal. Met deze paas op Schaffelo, die is helemaal vrij. Schaffelo nog net op tijd Nijholt, ingezet. Haarlem, oh, is het jammer. Doelpunt. Toch een fout in die verdediging. Dus het 1-1 geworden, 2 minuten voor rust. Bijzonder jammer. Haar, ik bal hem sneller inkomen. Stond even te dromen op deze paas van Haar. Schaffelo neemt daardoor over. Schaffelo gaat door. Huig is uitgespeeld. Schaffelo en Metgosson tot die eerste goal. En dan gaat die bal erin. En dat is dan opnieuw een fout in die verdediging van Haarlem. Nijholt kan die bal dan net niet tikken op Pluton. Zwetsov met zijn linkerbeen misschien. Gehinderd door Huig. Goede redding ditmaal. Nog een kans. Schuiven. Davilov. Goal. Uitstekend. De fanatieke supporters van Haarlem die zijn waren verenigd in de Red and Blue Boys. Dat is een vrij fanatieke groep. Die maakten sfeeracties, staken vuurwerk af en af en toe een relletje met onder andere Telstar supporters. Er zijn nog wat beelden van hun sfeeracties. En die zijn dus wel bewaard gebleven en daar gaan we nu eventjes naar kijken. En naast deze Kik Smit tribune staan ook de torens van de stadionlampen van het oude Haarlemstadion er nog. Ja, de tribune die je hier achter ziet is dus vernoemd naar Kik Smit. Dat was een groot voetballer en coach.
Hij maakte Haarlem in 1946 kampioen van Nederland. En hij heeft een ander bijzonder record op zijn naam staan. Hij scoorde namelijk het allereerste doelpunt van het Nederlands elftal op een WK ooit. Daar is nog een radioverslag van en daar gaan we nu eventjes naar luisteren. De bal weg. Weer is hij in het bezit van onze voorhoede. Dan is goal! Het prachtige schot van Smit. Eigenaardig, dames en heren. Hoor, nu kunnen we zien hoeveel duizenden Nederlanders hier aanwezig zijn. Bijna de hele tribune. In het lange gedeelte aan de overste dekbezijde. Daar is één deinende en vreugdevolle massa. Zo heeft Nederland dus na 8 minuten, 8,5 minuten ongeveer, een 1-0 voorsprong. Geef in de reacties eventjes aan in welke stadions ik nog meer moet bezoeken. En kijk ook bijvoorbeeld de andere video's op mijn kanaal. Bijvoorbeeld die van AEK uit Tenen uit. Want daarin zie je onder andere dit.